is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga een dag 5 doen. Ik ben heel benieuwd. Kijk wat resoneert. Oh, stugge kaarten. Wat is er voor de dag 5? Deze moet eruit. Ik wil er 2. 2 tarotkaarten. Mag ik nog 1 kaart? Voor de dag 5. Kijk eens, daar komt hij al. Ik ben heel erg benieuwd. De schildknaap van staven. En de zwaarden. Ik ga eens even kijken. Ik ga eens even kijken wat dit betekent. De schildknaap van zwaarden. Schildknaap van zwaarden, waar ben je? Het boekje is zo klein dat hij bijna niet open blijft. De schildknaap van zwaarden. Nieuwsgierig en intelligent als ze is, heeft deze schildknaap een onstilbare honger naar kennis. Ze is snel van begrip en kan uitstekend communiceren. En ze voelt zich vaak geroepen om haar vele ideeën of boodschappen met anderen te delen. Soms is ze zo praatgraag dat anderen het niet meer bij kunnen houden en verwerken. En met haar intense energie kan ze onrustig of zelfs nerveus overkomen. Ze stelt voor om een vleugje vindingrijkheid te gebruiken bij je huidige bezigheden. Je doelen worden bereikt door een pad van eerlijke ontdekking te bewandelen. Vooral wat betreft anderen. Blijf nieuwsgierig en cultiveer een frisse manier van denken als je nieuwe dingen leert. Verval niet tot roddel of zelfs arrogantie in je contact met anderen. In de schaduw heeft deze schildknaap veel woorden, maar weinig daden. Onthoud dat iedereen die je pad kruist, komt om je iets specifieks te leren. En dat overal om je heen spiegels zijn. Blijf openstaan voor onverwachte lessen. Deel oprecht en beleef plezier aan elke interactie. Wauw, en dan staat er nog bij, ik leer en ik verruim mijn bewustzijn en ik open nieuwe kansen voor mijn leven. Wauw, nou, er is in ieder geval hier iemand die enorm graag de kennis deelt, maar het is ook de bedoeling dat je weet dat je met anderen kunt zijn en dat je ook van anderen kunt leren. Ik ben heel erg benieuwd. Even kijken. De 16 van zwaarden wil ik hebben. Ik ben zo benieuwd. Dit is een hele gekke kaart en ik kan hem niet goed lezen. Het lijkt wel alsof hij in het duister wil blijven. De 6 natuurlijk. Ik zit bij te weinig licht te kijken. De 6 van zwaarden. Die ga ik ook even voorlezen. Je gaat nu door een periode van heroriëntering. En tijdens zo'n tijd van transitie kan het leven turbulent voelen. Vertrouw erop dat er aan de andere kant van deze verandering een betere toekomst op je wacht. Misschien onderga je momenteel een overgangsritueel of een intense spirituele transformatie. Deze ervaringen zijn diep persoonlijk en het is goed mogelijk dat je je nu eenzaam voelt. Zelfs als je het moeilijk vindt om assistentie te accepteren, is het belangrijk om open te blijven staan voor hulp vanuit de meest onverwachte hoeken.
Sta het universum toe om je met zachtaardige steun door deze oceaan van evolutie te loodsen. En focus je op de lichtpuntjes aan de horizon. Soms voelen we ons stuurloos omdat we denken dat we er klaar voor zijn om door te gaan, terwijl ons hart nog steeds diep verankerd zit in het verleden. Welk oud hoofdstuk moet nu echt afgesloten worden? Laat je begeleiden door hernieuwde hoop en sta klaar om aan de overkant een fris begin te verkennen. En dan staat er nog bij, ik accepteer hulp en ga soepel door deze transitie heen. Wauw, er is hier iemand die niet los kan laten. Ik voel hier iemand die wat alleenig is op dit moment. Je zit eenzaam in je proces. Zowel de schildknaap van staven als de zes van zwaarden. Ik voel een soort, je bent niet alleen en je bent niet eenzaam. Of misschien voel je je wel eenzaam. Maar het lijkt wel alsof je het gevoel hebt dat je in je eentje een proces door moet. Wat voor proces dat ook is. Delen met anderen. Of dat je je alleen voelt in je kennis die je hebt en dat je denkt dat je, ja, dat je anders bent. Iemand die zich anders voelt en iemand die zich wat, ja, wat de uitleg ook aangeeft. Het heeft te maken met, je gaat ergens doorheen. En deze kaart geeft het ook aan, hè? De woeste golven en je wil jezelf staande houden. Maar het lijkt wel alsof je denkt dat je het ook alleen moet doen. Wat zeggen de tea leaves in deze dag vibe? Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd of de kaarten het ook aangeven wat hier al ligt. Kijk eens, dat is hem. Je wordt bewonderd. Je wordt bewonderd. Gewaardeerd. Er zijn mensen die het ook zien, wat je aan het doen bent. Ik ben heel erg benieuwd. Je wordt bewonderd. Ik heb het gevoel dat er hier een teken is dat, dat zo in die groei zit, in die overgangsfase, die ook, misschien ben je wel letterlijk, hè, in de overgang, dat je van de ene fase van je leven naar de andere fase gaat. En je hebt het gevoel dat je in je eentje dat moet ondergaan. Of je voelt je anders. Ik heb het gevoel dat er hier iemand is die zich anders voelt. Maar je wordt gewaardeerd. Je wordt gewaardeerd. Je krijgt complimenten. Kan heel goed zijn van een familielid die ook ziet dat je ergens aan het worstelen bent met de fase waarin je zit. Maar dat je wel dat het wordt gezien hoe moedig je je staande houdt. Kijk nou eens. Er wordt voor je gezorgd in moeilijke tijden. Oh, dit is echt ongelooflijk. Ongelooflijk. Er wordt voor je gezorgd in moeilijke tijden. Er is hier een teken. En er zijn meerdere tekens uiteraard. Maar ik praat dan nu in de enkelvoud. Er is hier een teken dat zich staande probeert te houden. Ja, er is een overgangsfase. Wat het ook voor jou betekent. Het kan zijn dat je iemand hebt achtergelaten. Het kan zijn dat je in de overgang zit en dat je dat mentaal of fysiek, of misschien wel mentaal en fysiek, heel erg voelt aan alle kanten. Dat je jezelf voelt veranderen. Dat je ziet dat er een verandering is, misschien in je lijf. Maar ook in je gedachtes, in je mood, dat je anders bent, dat je sneller geprikkeld bent. Het kan voor iedereen individueel anders zijn. Ik wil nog één tea leaf. Ja, ik hoor iemand zeggen, kom op joh, het komt allemaal weer goed, het is maar tijdelijk. Kijk nou eens, een trip. Je zit ook in een reis, je zit in een overgangsreis, het is heel erg duidelijk. En er zijn ook mannen en vrouwen die daar gewoon huppelend doorheen gaan. Ja, misschien dat je je erbij neer kan leggen. Het is een hele bijzondere dagvibe, merk ik. Heel bijzonder. Ja, maar het voelt als iemand die in zijn eentje, in haar eentje of zijn eentje, door een moeilijke periode gaat.
Ja, spirituele ontwaking, groei, pijn, besef, realisatie. Kijk eens even. Er is hier iemand die te maken heeft met een leugenaar. En het is tijd voor een time-out. Heb je te maken met iemand die een naam heeft met een T? Een time-out. Ja, ik voel ook een beetje hier letterlijk nu ook. Tot hier en niet verder. Waarom denk ik nu toch dat er iemand heel duidelijk rust wil hebben om juist deze overbruggingsfase door te gaan? Misschien heb je wel ongelooflijk veel zin om te gaan cocoonen met jezelf. Alleen zijn. De boel weer op een rijtje zetten. Je huis opruimen. Ja. Het heeft te maken met een moeilijke tijd. En het kan ook zijn dat je gewoon ongelooflijk belazerd bent. Of dat je je belazerd voelt. Belazerd voelt door een overgangsfase waarin je zit. Wat ik net al zei, hè, dat er fysieke en mentale kwaaltjes zijn. En daar kan deze kaart in deze legging ook op slaan. Maar er is ook iemand die te maken heeft met een oplichting. Je voelt je verraden, je voelt je alleen, je voelt je eenzaam in iets staan. Het lijkt wel alsof je even de hele wereld buiten je wil sluiten, omdat je denkt dat de wereld jou buitensluit. Het is tijd voor een time-out. Rust nemen, cocoonen, bij jezelf blijven. En er staat hier iemand te kijken op afstand naar hoe je aan het ploeteren bent. Maar dat is niet negatief. Dat ploeteren gaat over. Maar je weet even niet hoe je het... wat je wil, hoe je het moet doen. Ik wil nog één kaart. Het is heel bijzonder wat hier ligt. Er is hier een teken dat echt... Met zichzelf, je ligt niet overhoop met jezelf, maar er is wel iets. Er is iets wat je achterlaat, iets achterlaten moet of iets achterlaten wil. Het lijkt wel alsof je inderdaad de wereld even wil buitensluiten. Ja, en niet alleen omdat jij je anders voelt, maar ook omdat je tijd nodig hebt om iets achter je te laten of om te beseffen dat je in een groeistuip zit. Ja, je wil ook in je eentje zijn om te lezen. Je wil lezen, je wil kennis hebben, je wil dingen uitgelegd krijgen. Je wil verklaringen voor wat er gebeurt op dit moment. Wat is er nog meer in deze dagvibe? Ik moet deze kaart hebben. Concurrentie. Dat heeft met iets te maken wat je meemaakt met een oplichting of leugenaar. Je voelt je ergens, voel je je op een verkeerde manier in een wedstrijd zitten met iemand. En het kan zijn dat je dit al achter je laat. Dat je dit al achter je laat. Ja, er is hier een teken dat werkelijk, werkelijk in een moeilijke periode zit. Met verleden en met het nu. Met verleden en met het nu. En deze kaarten geven voor mij zo duidelijk aan, twee mensen, man of vrouw, die allebei naar de toekomst kijken. Hoe kom ik over deze hobbel heen? Hoe ga ik deze uitdaging overkomen? Ja, er is hier iemand die enorme struggles meemaakt. Maar het wordt gezien en je krijgt de tijd om in je eentje daaruit te komen. Ik heb het gevoel dat het heel... Ja, het is warrig. Het voelt voor mij ook heel warrig. Omdat je van de ene kant wil je het leven grijpen en van de andere kant heb je het gevoel dat je pas op de plaats moet maken omdat je nog iets moet verwerken. En deze kaart geeft het zo duidelijk aan. Je hebt een hobbel te overkomen. En dat kan zijn omdat je iemand vaarwel moet gaan zeggen. Iemand die niet eerlijk in de wedstrijd heeft gezeten. Kan heel goed te maken hebben met een drieluik, met een driehoeksverhouding.
Je bent zo ontzettend moedig en sterk. Het is echt fantastisch. Het is echt fantastisch wat hier ligt. Er is hier een teken dat een moeilijke periode door moet. En je doet het met horten en stoten en met vallen en weer opstaan. Omdat je ook niet ergens een handleiding hebt om te weten hoe het moet. En of dat nou de overgang is voor de vrouw. Of een man die zijn wilde haren kwijt wil raken. Er is hier iets, je komt in ander vaarwater. Ik laat het erbij, want ik maak het alleen maar ingewikkelder. Succes!